Goedendag traders, dit is de aankondiging van de driedaagse tradingcursus die weer gaat plaatsvinden. En wel op 6, 7 en 8 november aanstaande. Als jullie naar mijn site gaan www.cyclustrader.nl, dan kom je op de homepage terecht waar je ook de updates kunt bekijken. En dan kun je naar het onderdeel tradingcursus gaan. Nou, dan kom je op de pagina van de trainingcursus en onderaan die pagina staan de data. Op 6, 7 en 8 november vindt deze cursus dus plaats. Dat is een vrijdag, zaterdag en zondag. En dat is telkens van 8 tot, nee sorry, van 9 tot 17 uur. Nou, en normaal gesproken doen wij deze cursus in klassikaal verband. Dat betekent dus met een groep, fysieke bijeenkomst, maar vanwege COVID heb ik besloten om dat ook deze keer nogmaals online te doen. Dat heb ik in april en in juli ook al gedaan en ik moet zeggen dat uiteindelijk heel goed bevalt en ik zal jullie ook vertellen waarom. Ik neem de sessie namelijk ook op en na afloop van het event van de driedaagse cursus ontvang je van mij een link naar de opname van ruim 19 uur aan cursusmateriaal. En dat heeft een behoorlijk grote meerwaarde, want mijn ervaring is als je klassikaal de bijeenkomsten houdt, dat mensen de week daarna al heel veel dingen alweer zijn vergeten. Dat is hetzelfde ook als je een boek leest, dan heb je ook uiteindelijk maar iets van 20% tekstbegrip. En je onthoudt ongeveer 20% van wat er in het boek zit en 80% vergeet je daarna weer. Het is dus heel handig als je daarna de cursus nog een keer kunt nalezen of nabekijken eigenlijk. En ik heb het ook zo gedaan dat ik een index heb gemaakt per onderwerp en daar gekoppeld de tijd. Dus je kunt ook per onderdeel heel makkelijk terugkijken. Die link die is onbeperkt geldig, dus je kunt die cursus zo vaak als je wilt terugkijken. Daarnaast ontvang je uiteraard het overige cursusmateriaal. Dat bestaat uit het cursusboek. Dat boek krijg je echt in fysieke vorm toegestuurd. Dat is een cursusboek van meer dan 200 pagina's. Je krijgt het boek ook als PDF-bestand. Je ontvangt de presentatie, de cursuspresentatie. En we hebben daarnaast nog een aantal andere bestanden, zoals spreadsheets, die ik ook in de cursus ga behandelen. Goed. Online dus, van 9 tot 17 uur, dat betekent dat ik hier de cursus geef middels de software. Ik stuur dan een link en dan klik je op die link en dan kun je eigenlijk mijn scherm zien. Je kunt mij horen. Je kunt zelf ook vragen stellen uiteraard. Dus er is uiteraard de mogelijkheid om het interactief op te zetten. En zoals ik al zei, het wordt dus ook opgenomen. Nou, wat gaan we dan in die 3 dagen doen? Dat staat ook op die cursuspagina en wel onder een stukje inhoudsopgave van de cursus. Nou, uiteraard een stukje inleiding. We hebben het over tradingpsychologie, heel belangrijk, over welke markten handelen en dergelijke. Maar de kern van het verhaal is eigenlijk tweeledig. Het belangrijkste is onderdeel price action. Daar gaan we heel veel tijd aan besteden. Price action is feitelijk de hoe kan ik een naakte chart, dus zonder indicatoren, hoe kan ik daarop handelen? Dus alleen met candlestick grafieken. Dus het is veel meer dan alleen candlestick patronen. Het is echt gewoon inzage in ja, wie heeft nu de overhand, de kopers of de verkopers. Dus ook de hele flow, de order flow leren herkennen aan de hand van de koersgrafiek. Dat is ook iets, daar zijn maar heel weinig boeken over geschreven, laat staan goede boeken. En dat is iets waar mijn methode, dat is eigenlijk de kern van deze methode. Dus daar gaan we op in. En dat gaan we ook doen met een verdieping. Dus we gaan niet alleen maar de basis behandelen, maar we gaan ook verder dan dat. En dat vloeit dan eigenlijk voort in handel op steun en weerstand. Want ook dat doen we met puur een naakte koersgrafiek. Nou, daarop voortbordurend gaan we dan over tot het tweede
kernonderdeel en dat is die cyclustheorie. Dus de cyclus, laag kopen, hoog verkopen. En die brengen we in kaart met indicatoren. Nou, ik leg die indicatoren uit, ik leg de cyclustheorie uit, hoe dat werkt, hoe je dat kunt onderscheiden. Wat de kenmerken zijn van een bodem, wat de kenmerken zijn van de upfase, de downfase, de topfase en dergelijke. Ik gebruik deze twee in combinatie. Dus ik gebruik de cyclustheorie in combinatie met price action. Maar ik ken ook genoeg traders die na afloop van de cursus zeiden, ik vind die price action, dat price action element zo sterk. Ik verdiep mij of ik focus me eigenlijk puur op price action en handel puur op basis daarvan. Ook dat kan. Dus je kunt in deze cursus kun je zeg maar mijn methode volledig kopiëren, maar je kunt ook een selectie maken dat je zegt ik handel alleen maar price action en ik probeer daar steeds beter in te worden. Let wel, deze cursus is pittig in die zin, A, het is 3 dagen, B, het is feitelijk kennisoverdracht van meer dan 25 jaar trading ervaring. Die kennis kan ik overdragen in 3 dagen, maar dat betekent natuurlijk nog niet dat je in 3 dagen die kennis je eigen hebt gemaakt. Dat is dan het punt van ervaring. Dus je moet die kennis eerst tot je nemen, je moet met die charts oefenen, je moet met onderdelen ervan oefenen. Ik geef ook een volgorde aan hoe je dat het beste kunt doen. En dan maak je feitelijk een keuze. Gebruik ik alleen price action of gebruik ik bijvoorbeeld de combinatie tussen price action en de cyclustheorie. Ook daar hebben wij, er bestaat de mogelijkheid tot een soort follow-up. We hebben dus na de cursus, heb ik in de loop van de tijd samen met mijn collega trader Jan Humme een mentorship programma ontwikkeld. Dat duurt 3 maanden, zodat je eigenlijk stapsgewijs die cursus omzet in structuurmatig reproduceerbaar traden. Is geen must, maar is misschien wel voor jou als een meerwaarde, omdat sommige traders misschien een beetje moeite hebben om inmiddels zelfstudie zich dat geheel eigen te maken. Dus er is een mogelijkheid tot een soort mentorship. Uiteraard altijd mits voldoende belangstelling. We hebben nu al in totaal 5 groepen daarin begeleid. En ik moet zeggen, de meesten ervaren dat als een duidelijke meerwaarde ten opzichte van zelfstudie. Maar goed, betekent natuurlijk wel dat je hiermee eerst begint. En ik gaf al aan, het is een pittige cursus, omdat het A 3 dagen is en B het is aardig wat kennisoverdracht. Met andere woorden, dit is niet bedoeld voor traders die denken dat zij heel snel even geld kunnen verdienen. En ik weet dat er op internet ook advertenties zijn, aanbieders die beweren dat je na een weekend cursus, dat je dan meteen een ervaren trader bent die succesvol is. Probeer daar niet in te trappen. Als je echt serieus wilt leren traden, dan zul je ook echt je best moeten doen. Je zult daar tijd en energie in moeten steken. En hoe meer tijd, des te groter de kans op succes. Dus dat is even een heel duidelijk punt van aandacht. Deze cursus is echt bedoeld voor serieuze traders of mensen die graag willen leren traden. Betekent dat je dus na afloop van die trading ook de nodige tijd en aandacht daaraan moet gaan besteden. Goed. Dat is even in een nutshell zeg maar. De inhoud, jullie kunnen op de website uiteraard in alle rust kun je alles nog een keer nalezen. Je kunt mij ook vragen stellen. Dus als je hier onderaan aangeeft het interesse, dat je interesse hebt in de cursus, dan zal ik jou een antwoord sturen, uiteraard bevestiging sturen. En als je dan zegt, nou ik heb daar nog vragen, dan ga je daar gewoon op antwoorden. Wat ik ook regelmatig doe is even bellen met mensen die interesse hebben. Want dat praat gewoon wat makkelijker. Kun je ook wat intensiever de cursus bespreken. Dus ook dat is een mogelijkheid. Dus zet dan ook misschien even je telefoonnummer erbij. 6, 7 en 8 november dus. En mocht je dus interesse hebben, je kunt je dus vanaf nu aanmelden.
En vul anders even dit formulier in. Dankjewel.